President Desi Bouterse heeft vanmorgen meer dan 150 bloeddonoren gedecoreerd in de congreshal. De onderscheiding vond plaats in het kader van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. De groep bestaat uit mensen die tussen de 60 en 100 keer vrijwillig bloed hebben afgestaan aan de Nationale Bloedbank. Bouterse benadrukte in zijn toespraak de belangrijke bijdrage die de donoren leveren aan de gemeenschap. Hij wijst erop dat deze mensen soms zelfs levens redden. U bent er niet toe gedwongen. U doet dit uit liefde. U doet dit uit uw hart. Om van daaruit uw bijdrage te leveren aan de Surinamers. En u hebt vele levens gered. Ik weet dat het niet om het spelletje gaat, maar het gaat om het inzicht welk u heeft om deze immateriële bijdrage te leveren. Ik wil van de gelegenheid alle decorandi feliciteren, mede namens de regering, mede namens de First Lady, maar voornamelijk mede namens het Surinaams volk. President Bouterse is ervan overtuigd dat de bloeddonoren een grotere beloning zullen krijgen van God. U heeft niet geschroomd om te helpen waar anderen mogelijkwijs vergeten of niet willen of niet kunnen. En natuurlijk is het zo dat een ieder weet dat zij die bloed geven aan anderen een gezond leven moeten leiden. En zie daar weer een voorbeeld wat u geeft aan de Surinamers. Leid een gezond leven, zodat u gezond bloed hebt, zodat u onze bloedbank kan voorzien, zodat wij mensen in of op speciale tijden mogelijkerwijs zelf het leven kunnen redden. Ik wil bedanken, feliciteren, natuurlijk de organisatie, ons Rode Kruis is gespecialiseerd en volvoert een zeer nobele taak. Gaat u door. Tot zover president Desi Bouterse vanmorgen tijdens de decoratie van bloeddonoren. De activiteit vond plaats in de congreshal. Later op de dag heeft ook de decoratie van burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt plaatsgehad. Onder hen bevindt zich de bondscoach van het nationale elftal, Dien Goree.